ik heb mijn Nederlandse mobilisatiehelm uit mei 1940 toch maar even opgedaan. Want ik begreep dat wij in oorlog zijn met IS. Weldra landen straks de IS-parachutisten in onze achtertuin. Nee, ik denk niet dat wij als dusdanig in oorlog zijn met IS. Ik denk dat zo'n uitspraak best wel gevaarlijk is, omdat het polariserend is. Hè? Wij zijn in oorlog met IS. Maar dat is wat IS juist wil bereiken. Polariserende beweging als dat het is. IS wil ons tegen elkaar uitspelen. IS wil dat wij als Nederlands tegen onze mede-Nederlandse moslims zeggen, ja, maar jullie zijn misschien wel terroristen en jullie ondersteunen IS wel, jullie zijn de as van het kwaad. Dat is wat IS wil. En dat lok je alleen maar uit met zo'n uitspraak. Vrij gevaarlijk. Ik denk niet dat wij in oorlog zijn met IS. Er is sprake van terreur, er is sprake van dreiging. Is verschrikkelijk. Maar ik heb nog geen oproep gehad dat ik mij moet gaan melden bij de kazerne. Maar goed, ik wacht het af.